zou graag de vier finalisten bij de piano willen ontvangen. Oh, dan gaat het stil worden. Nou, laat het niet stil te worden hoor. Wel spontaan blijven graag. Ga er dus staan, Jesse. Leg even kort uit wat de bedoeling is. Is duidelijk op dat vertrek. Krijg je grijs zeker te doen, dan zal de jury zal duidelijk kunnen vertellen hoe dat was. En dan is het de bedoeling dat we terug gaan naar de plaats zoals het heet. Degene die overblijven 1 en 2, daar wordt de winnaar bekendgemaakt, maar we geven eerst aandacht aan nummer 2. Want anders zou die ondersneeuwen. En dat is niet de bedoeling. Ik geef het woord aan de dames. Oké. Het was een hele zware dobber voor ons. En de concurrentie was, het niveau was heel hoog. En daardoor was de concurrentie groot. Maar we waren het er wel unaniem over eens. Over wie 1, 2, 3 en 4 zou worden. En mag ik aan Luna het woord geven om de nummer 4 te De nummer 4 is gekozen ook op basis van concurrentie. Wij, ik noem het gewoon en dat is de nummer 4 is voor de Jaap. Wij vinden namelijk dat de drie mensen. Bloemen uiteraard voor de bloemen plaatsen. Wij vinden namelijk dat de drie eerste plekken ook op basis van leeftijd onder andere gekozen mogen worden. Niet alleen ook het spel, maar vandaar dus een hele zeer verdiende eerste vierde plaats. Ja. Nummer 3 is geworden. Tromgeroffel. Jesse. Van harte gefeliciteerd, jongen. Uiteraard. Uiteraard. Alsjeblieft. En uiteraard. Dus ga alsjeblieft. Van jouw spel en je musicaliteit. En we zien vooral dat jouw. Je bent 14, de jongste. Nee, ik ben 13. 13? Kijk, je bent 13. Jongste deelnemer in de finale. Maar dan bij tweede. En om, vanwege jouw techniek ben je in de finale beland. En we hebben heel erg genoten van het stuk wat jij uiteindelijk niet meer hebt gespeeld. Omdat jij dat heel vrij en jeugdig hebt gespeeld. Je bent technisch zo sterk dat je dat soms. Een beetje beperkt in je lekkerigheid. Ik vond het jou zo lekker jong bij Pirates of the Caribbean en nog even die bits op de piano. Dat was echt fantastisch. Ja, dat was echt top. En die heb je later niet meer gespeeld. Je vader zei, had je dat nou gespeeld? Ja. Dat was echt, daar heb ik echt het meest van genoten. Oké. Ja. Maar je hebt hem absoluut verdiend hoor. Zeker. Woe! Maar we willen ze natuurlijk allebei straks nog even volledig de aandacht geven en even uitleggen waar het vandaan komt. Er kan geen twijfel over mogelijk zijn dat we hier twee waanzinnige muzikanten hebben staan. Allebei heel verschillend. Jij gooit er zomaar wat dingen tussendoor. Bent heel vrij. Bent daardoor soms ook wel een beetje slordig. Maar dat is logisch als je je zo vrij durft op te stellen. Waar jij mij enorm mee hebt verrast, is dat jij aan het eind, want ik had van jou als klassiek muzikant heel veel gezien, een popliedje erin hebt gegooid en dat zo waanzinnig mooi hebt ingekleurd. Met een paar lettertjes op een scherm wat nog even geschoven moest worden. Dus daar heb je mij dusdanig mee verrast. Dat je een vele lichte aanslag en dat vind ik echt heel mooi. Dus je dat, en dat heeft prachtig. Voor ons de doorslag gegeven voor de eerste prijs, Lennart. Kijk. Verwachten natuurlijk een prachtige toegift van je. Oh, okay.
Wat doen jullie nou voor? Wat maak jij zin in? Sorry, ik moet.